De nieuwe betonnen aanmeerplaats bij het oude veerplein in Meerzorg Kommerwijnen is op zondag in gebruik genomen. ICRIS-commissaris Mohamed Shafiq Rajab zegt dat de rehabilitatie van de steiger van essentieel belang was. De houten aanmeersteiger is nog deels aanwezig, maar VHP-parlementariër geeft aan dat deze veel problemen heeft veroorzaakt. Een gedeelte is afgebroken en boten botsten vaak hard tegen de steiger aan, wat leidde tot verwondingen, ongelukken en verloren schoeisel. De nieuwe steiger is breder en veiliger, waardoor het transport van mensen en goederen nu gemakkelijker verloopt. Mensen hebben beenbreuken gehad, vrouwen zijn bevallen in de boot, kleine boot. Zoveel geschiedenis heeft Kommerwijnen met deze brug hier. Ook de boothouders hebben veel moeite gedaan om bruggen, om die houten bruggen te vervangen, te herstellen. En vandaag is het moment dat deze regering verduurzaming van deze brug, deze oeververbinding, heeft gebracht. En dat is een betonnen brug. Het heeft heel veel inspanning gekost, omdat de financiële situatie heel precair was. En ik ga u verder, ik ga focussen vandaag op Kommerwijnen. Zo zijn er ook aantal projecten, mensen moeten niet vergeten. Dit is een van de projecten wat bij ons de verbinding in verbinding stelt met Paramaribo. Ongeveer ruim 3000 mensen doen de oversteek vanuit Meerzorg naar Paramaribo om te werken, om naar school te gaan, om de dokter te bezoeken, ziekenhuisbezoek en dergelijke. En daarom zeg ik, het is deze regering die de durf en de moed heeft gehad, ondanks de precaire situatie, dit heeft afgerond. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat de regering blijft werken aan de verdere ontwikkeling van Kommerwijnen. Hij deelde ook mee dat twee bedrijven ready zijn om een tweede brug over de Suriname rivier te bouwen. Goed is dat we komende week het dossier krijgen, zodat we ook die voorbereiding kunnen treffen voor een tweede brug over de Kommerwijnen rivier. We gaan step by step vooruit. Step by step gaan we alles in place brengen. En natuurlijk, de eerste 2-3 jaar was het geen makkelijke jaren. Ten aanzien van fileprobleem, dat wordt aangepakt. Er komen zoveel voorstellen vanuit de gemeenschap. Alle voorstellen, minister, moeten serieus bekijken. Maar ook dat gaat opgelost worden. Ten aanzien van veerbootverbinding. De regering heeft goedgekeurd. Het uitvoeren van een studie moet binnen 3 maanden klaar zijn door minister TCT. Omdat vanuit buitenland we aanbieden gehad hebben van 2 veerboten. Maar die moeten goed bestudeerd worden, type veerboot, samen met SMS, samen met OW, om te kijken of ze hier ingezet kunnen worden. Er zijn houten geleiders en automatische verlichting geplaatst bij de aanmeersteiger, aangedreven door zonne-energie. Het aanmeren in de avond is nu veel veiliger. Het project heeft meer dan $430.000 gekost. Ook de aanmeerplaats in Bakastroisi wordt verbeterd en mogelijk dit jaar nog opgeleverd.